gisteren was ik live op Twitch en toen kreeg ik de vraag van iemand in de chat over hoe je nou het makkelijkst aan XP kan komen en hoe je nou dus het snelst kan levelen. En in deze video ga ik deze vraag beantwoorden, maar voordat ik ga beginnen wil ik jou maar eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2.500 likes halen op deze video? Ik zou het super tof vinden als wij dat kunnen. Abonneer ook even op de Veelgevraagd met een belletje aan en ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Veelgevraagd invult in de Fortnite Item Shop, want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, en als je nou onze supporter creator code Veelgevraagd gebruikt, stuur dan eventjes het bewijsje van dat je het gebruikt hebt naar @Veelgevraagd op Instagram, want dan maak je namelijk kans op V-Bucks of misschien de Battle Pass. Maar in deze video gaan we het dus hebben over hoe je het snelst level 999 kan worden, want dat is technisch gezien mogelijk. Het is wel heel erg lastig, maar ik ga je dus vertellen hoe je het snelst aan levels kan komen en hoe je dat het makkelijkst kan doen. Dus weet je wat, laten we gewoon meteen beginnen met waar doe je het nou eigenlijk voor? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen waar je voor wil levelen. Het eerste is natuurlijk de Battle Pass. Die gaat tot en met level 100. Of eigenlijk nog wel een stukje verder, maar daar kom ik bij de tweede op terug. Maar in ieder geval, je wil level 100 halen, want dan heb je natuurlijk je Battle Pass helemaal gemaximaliseerd. Verder wil je natuurlijk ook level 225 worden. Want als je level 225 bent, dan heb je alle skin varianten unlocked. Want je hebt namelijk drie varianten dit jaar. Namelijk Sapphire, dat is een mooie blauwe kleur in mijn hoofd. Ik pak het er even snel bij. Sapphire, ja, dat is een mooie blauwe kleur. Dan heb je nog de Topaz. Dat is een beetje een gouden variant van de Battle Pass skins. En dan heb je nog de Zero Point variant. En die vind ik het vetst. Die zijn namelijk paars. En als je dan 225 wordt, dan krijg je natuurlijk van die Gladiator. Ik weet even niet hoe die heet. Krijg je de variant. Dus dit is waar je natuurlijk het ook voor wil doen. Je wil die varianten hebben. Want dat zijn een beetje de... Als je die skin gebruikt, dan zie je er natuurlijk heel erg professioneel uit. En dat is, dan zie je eruit alsof je een no-lifer bent. En dan worden mensen bang van je. En dat is dope. En trouwens, die rewards noem je dit seizoen de Crystal Rewards. En verder doe je natuurlijk ook nog voor een beetje status. Je wil natuurlijk een beetje laten zien dat je cool bent of dat je veel gespeeld hebt. Dus vandaar wil je natuurlijk ook voor doen. Nou, laten we even wat info geven over wat is nou een level dit seizoen in Fortnite. Want dit varieert nog wel een beetje. En dit seizoen hoef je minder XP te halen voor een level dan voorgaande seizoenen. En dat wordt vrij duidelijk waarom dat zo is. Maar voorgaande seizoenen was het zo'n 80.000 XP wat je nodig had voor één level. En dit seizoen is dat 50.000 XP. Dus het is echt een stuk minder. Ieder blokje die je onderaan ziet, weet je wel, bij je XP-bar is dus 5.000 XP. En je hebt in totaal 10 blokjes. Dus vandaar dat het 50.000 XP in totaal is. Daarnaast hebben we natuurlijk ook dit seizoen weer XP Supercharge. Deze triggert als je weinig speelt. Niemand weet precies wanneer je XP Supercharge krijgt. Maar de meeste mensen zeggen ongeveer als je 24 uur niet gespeeld hebt, dan krijg je dat ongeveer. En ligt aan hoe lang je niet gespeeld hebt, hoeveel extra XP Supercharge je krijgt. En het is ongeveer 2 keer zoveel wat je krijgt met XP Supercharge. Nou, waar kan je XP van krijgen? En dit seizoen is dat verbazingwekkend weinig manieren. Want eerder had je natuurlijk challenges, je had daily challenges, je had weekly challenges. Dan had je vaak nog wat speciale challenges waar je allemaal XP mee kan krijgen. Maar dit seizoen is het allemaal wat simpeler gemaakt. En persoonlijk vind ik dat wel fijn, want nu hoef je niet heel veel dingen meer te doen. Je hebt nu eigenlijk maar 4 verschillende manieren hoe je aan XP kan komen. En de eerste manier is de XP Quests. En XP Quests zijn dus de vervangers voor dus de challenges. En deze krijg je, als het goed is, iedere week of iedere dag. Het is nog een klein beetje vaag hoe vaak je deze XP Quests krijgt. Maar het is wel vrij duidelijk hoe het werkt. Je hebt namelijk rarities qua quests. Je hebt namelijk uncommon, rare, epic en legendary quests. En hoe hoger de rarity is, hoe meer XP je er ook voor krijgt. Bijvoorbeeld bij de uncommon challenges krijg je zo'n 10.000 XP. Bij rare krijg je 15.000 tot 20.000 XP. Wat mij een beetje verbaast, want ik had blijkbaar 2 verschillende variabelen. En als je een epic challenge hebt, dan krijg je daar 20.000 XP voor. En het kan zijn dat ik dingen niet helemaal correct heb, omdat ik niet de juiste alle informatie heb kunnen vinden. Want ja, nogmaals, het seizoen is pas net begonnen. Maar dat zal waarschijnlijk 20.000, misschien 25.000 XP zijn. En bij Legendary was het bij mij 55.000 XP wat ik kreeg als ik een Legendary quest zou behalen. Dus het gaat nou allemaal op rarity. En ik vind dat wel duidelijk, omdat die rarity natuurlijk ook terugkomt in items. Dat zien we eigenlijk altijd ook al uncommon, rare, epic en legendary. En misschien dat we binnenkort ook wel mythic
challenges of quests aankomen. Die misschien wel 100.000 XP geven. Dus ja, wel heel erg dope. Dus één legendary quest staat dus gelijk aan ongeveer één level. Is wel heel erg dope, vind ik. Nou, en dan de tweede manier hoe jij aan XP kan komen is landmarks. Die is heel simpel. Ga naar een grijs gebied op de map. Krijg je ongeveer 500 XP voor. Dan heb je natuurlijk nog de standaard XP. En dit is by far de beste manier om XP te krijgen. Natuurlijk is het... Nou, is niet waar trouwens. Het is de tweede beste manier. Want de beste manier is eigenlijk quests. Maar daarnaast is standaard XP best wel heel erg goed dit seizoen. Namelijk, je krijgt 150 XP voor het openen van chest. 950 voor ammo boxes. Voor het openen van foodboxes 650. Supply drops 135 XP. Nieuwe cirkel 140. Kills 150 XP. En assist 125. Long distance shots bijvoorbeeld 165 XP. Double kills 150 XP. En dan hebben we multikills 105 XP, headshot 45 XP en een specialist is 60 XP. En een specialist, daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld een AR specialist kan zijn. Dat krijg je als je meerdere kills achter elkaar maakt met een AR. Of als je met een RPG meerdere kills maakt achter elkaar, dan krijg je explosive specialist. En dat is natuurlijk ook heel handig. En deze manieren hoef je niet over na te denken. Want ja, als je een chest opent, dat doe je eigenlijk altijd wel. Het enige waar je over na moet denken is dat je ze niet kapot slaat, deze chests. Want als je ze kapot slaat, dan krijg je het XP niet. Je krijgt de items wel, maar je krijgt het XP niet. Dus altijd als je een chest, een ammo box, een foodbox, een supply drop... Nou, supply drop kan je niet kapot slaan. Maar als je die ziet, open ze gewoon met E of welke knop dan ook is. Het slaat ze niet kapot, want dat is gewoon zonde van het XP. Nou, dan hebben we nog de vierde manier. En dat is namelijk XP coins. En XP coins, daar hebben we vier varianten van. En eigenlijk is het weer een beetje hetzelfde verhaal als vorig seizoen. Alleen nu zijn de XP's minder hoog. Of de reward is minder hoog als voorgaande seizoenen. Voor een groene XP coin krijg je 5000 XP. Voor een blauwe XP coin krijg je 6,5000 XP. Voor een paarse XP coin krijg je 10,3000 XP. En voor een gold XP coin krijg je 15.000 XP. En ik heb op dit moment geen kaart waar deze allemaal liggen. Maar op dit moment moet je gewoon maar even rondlopen. En dan vind je vanzelf die groene, die blauwe en die paarse wel. Die gouden is nog een beetje lastig. Want ja, die liggen vaak op hele speciale plekken. Maar ook daarvan zal binnenkort een kaart komen. En als die kaart er is, zal Matthijs die hoogstwaarschijnlijk in zijn ochtendvideo aan jullie laten zien. Maar op dit moment heb ik die niet. Dus XP coins is misschien wel de makkelijkste manier om in XP te komen in deze game. Nou, dat waren eigenlijk de vier manieren hoe je aan XP kan komen op dit moment in seizoen 5. Nou, dan gaan we eens kijken naar de beste methode. Ik heb drie verschillende methodes voor jullie. De eerste methode is dat je Team Rumble gaat doen en gewoon mega veel begint met looten. Dus je gaat naar een hele rustige plek en daar ga je gewoon looten, chesten openen, ammo boxes openen en al die dingen doe je dan. Vervolgens ga je zoveel mogelijk kills maken en het liefst met headshots, want headshots geven je gewoon extra XP, 45 om precies te zijn. En daarnaast is het maken van assists is ook niet verkeerd. Dat zorgt er gewoon voor dat iedereen die je ziet, schiet daar minimaal één keer op. Want je krijgt gewoon in totaal 125 XP voor een assist. En dat is maar 25 XP minder als een kill, want voor een kill krijg je 150 XP. Dus zorgt er ook voor dat je je focust op het schieten van mensen. Raak die mensen, want daar krijg je gewoon extra XP voor. Verder krijg je natuurlijk ook voor cirkels. Als er een cirkel komt, een nieuwe cirkel, dan krijg je daarvoor ook weer XP. En daarnaast is die Rumble gewoon ook een leuke manier om XP te krijgen. Daarnaast, de tweede manier is squads doen met mensen die je kent. Dus zorg ervoor dat je samen drie vrienden squads speelt en dan challenges gaat doen. Dit is ook een hele makkelijke manier, want challenges die kan je samen doen met je vrienden. En daardoor krijg je sneller die challenges en dat is een stuk makkelijker. Dus doe die challenges samen met vrienden, daarmee krijg je snel veel XP en veel victory royales, wat je ook weer extra XP geeft. Dan de derde manier. Dit is de snelste manier, maar de saaiste manier. Namelijk loot and leave. Wat je daarvoor moet doen is heel simpel. Ga naar solos, duos of squads. En dat moet je eigenlijk altijd je eentje doen. Als je dat doet, ga naar een plek waar niemand landt. Of vrijwel niemand. Kijk, je kan nooit garanderen dat er niemand landt. En daar moet je dus looten, vissen en
kills maken. En dan heb ik het meer over NCP kills. Dus dat zijn gewoon bots, letterlijke bots die rondlopen. Of je kills zoveel mogelijk spelers en ga dan dood. Want ja, dat is uiteindelijk wat je moet doen. Zo snel mogelijk een potje joinen. Zo snel mogelijk XP pakken. En dan zo snel mogelijk weer weggaan. Want vaak is het, als je doorgaat spelen, kom je op een punt dat de game wat rustiger wordt. En dan gebeurt er niet zoveel meer. En dat is het moment dat je bijna geen XP meer krijgt. Dus zorg ervoor dat je dat doet. Dat je dus doodgaat. En als je moet niet leaven. Want volgens mij als je leaft krijg je geen XP. Kan zijn dat het anders is. Ik heb trouwens deze manier loot en leave genoemd. Dat is helemaal niet... dat is misschien een beetje een verkeerde verwoording. Maar leaven, volgens mij zorgt dat ervoor dat je geen XP krijgt. Dus ga dood in plaats van dat je leaft. Dames en heren, dit waren alle manieren. Ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben van hoe je het snelst XP kan, aan XP kan komen. Als ik iets ben vergeten, laat het weten in de reacties. Abonneer op Teveelgevraagd. Met een belletje aan. Klik op de video's om in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!